Hallo allemaal en welkom bij de White Goblin Games woonkamer. Vandaag gaan we op expeditie, want we gaan zoeken naar zilver en goud. Dit doen we door kruisjes te zetten op onze landkaarten. En als een landkaart vol is en je hebt alle schatten behaald, dan ga je gewoon lekker door naar de volgende, totdat de rondes op zijn. En dan kijk je wie de meeste punten heeft. Nou, wil je echt goed weten hoe je dit spel speelt? Kijk dan mee naar deze uitleg van zilver en gold. De voorbereiding. Alle spelers krijgen een stift en een scorekaart. Schud de 47 schatkaarten. Iedere speler krijgt 4 schatkaarten, kiest er van 2 en legt deze open voor zich neer. De andere 2 kaarten leg je terug op de stapel met schatkaarten. Leg de ronde kaart open in het midden van de tafel. Schud de resterende schatkaarten en leg deze in een gedekte trekstapel in het midden van de tafel. Draai de bovenste 4 schatkaarten open en leg deze naast de stapel. Schud de 8 expeditiekaarten en leg deze in een gedekte trekstapel naast de open schatkaarten. En kies een startspeler. Spelverloop. De startspeler begint de ronde en draait de bovenste expeditiekaart van de stapel om en legt die duidelijk zichtbaar voor iedereen open naast de stapel. Alle spelers kruisen aan de hand van het patroon op de omgedraaide expeditiekaart vakjes aan op één van hun schatkaarten. Het patroon mag 90 graden of 180 graden gedraaid en gespiegeld worden. Elk vakje op een schatkaart mag door een speler slechts eenmaal aangekruist worden. Wil je het patroon van de omgedraaide expeditiekaart niet gebruiken? Dan moet je in plaats daarvan precies één vakje op één van je beide schatkaarten aankruisen. Daarna is de volgende speler de startspeler en draait de bovenste expeditiekaart open. In een ronde worden 7 van de 8 expeditiekaarten opengedraaid en er worden 4 rondes gespeeld. Tijdens een ronde worden alle omgedraaide expeditiekaarten op elkaar gelegd. Deze stapel mag je niet bekijken tijdens het spel. Symbolen. Als je een vakje aankruist met een kruissymbool, dan moet je direct een ander leeg vakje aankruisen op één van je schatkaarten. Als je een vakje aankruist met een muntsymbool, dan moet je het eerstvolgende lege muntvakje op je scorekaart aankruisen, te beginnen met het linker vakje in de bovenste rij. De vakjes op de scorekaart worden van links naar rechts aangekruist. Wanneer de eerste rij vol is, begin je met het linker vakje in de tweede rij. Je kan niet meer dan 12 muntvakjes aankruisen. Als je een vakje aankruist met een palmboomsymbool, dan krijg je daar direct overwinningspunten voor. Je krijgt 1 overwinningspunt voor de aangekruiste palmboom en 1 overwinningspunt voor elke palmboom die op 1 van de 4 open schatkaarten in het midden van de tafel staat. Vul de punten direct in. Je kan maar 4 keer een palmboom scoren. Volledig aangekruiste kaarten. Na het zetten van kruisjes en scoren van overwinningspunten, kijkt iedere speler of hij een volledige muntrij heeft aangekruist of een schatkaart volledig heeft aangekruist. Als dat zo is, zeg je dit luid en duidelijk. Als je alle 4 de vakjes van een muntenrij op je scorekaart hebt aangekruist, dan mag je op de ronde kaart de beker met het hoogste zichtbare getal aankruisen. Dit getal noteer je als overwinningspunt op je scorekaart achter de voltooide muntenrij. Als alle 6 bekers op de ronde kaart aangekruist zijn, kunnen er geen bekerpunten meer gescoord worden. Heb je een volledig aangekruiste schatkaart, dan leg je die open naast je neer. Daar blijft de schatkaart tot het einde van het spel zichtbaar voor iedereen liggen. De speler neemt als vervanging een nieuwe schatkaart, of een van de 4 open schatkaarten, of de bovenste kaart van de trekstapel. Als je 1 of meerdere van de 4 open schatkaarten hebt gepakt, vul je de rij weer aan tot 4 schatkaarten, tenzij de trekstapel natuurlijk leeg is. Einde van een ronde. Wanneer 7 van de 8 expeditiekaarten omgedraaid en afgehandeld zijn, eindigt de ronde. Kruis het eerstvolgende lege rondevakje op de rondekaart aan. Schud alle 8 expeditiekaarten en leg deze weer als gedekte trekstapel neer. Einde van het spel. Het spel eindigt na 4 ronden. Schatkaarten die niet volledig zijn aangekruist leveren geen punten op en worden verwijderd. Iedere speler telt nu de overwinningspunten op zijn scorekaart. Elk aangekruist muntvakje levert 1 punt op. Elke beker levert het aantal punten op dat erop genoteerd is. De overwinningspunten in de 4 palmboomvakjes worden opgeteld. En elke volledige aangekruiste schatkaart levert het aantal punten op dat linksboven vermeld staat. Zegels op een volledig aangekruiste schatkaart leveren 1 of 2 bonuspunten op voor elke volledige aangekruiste schatkaart in die kleur. Tel al deze punten bij elkaar op. De speler met de meeste punten wint het spel. Silver and Gold is een heel leuk spel. Je kan met de hele familie spelen. Het is spannend. Je hebt een klein beetje geluk nodig om de juiste expeditiekaarten te trekken. Maar tegelijkertijd is het heel veel tactiek. En wil je meer van dit soort spellen zien? Ga naar www.whitecomicgames.nl. Vergeet ook niet te abonneren, doe een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter, want dan weet ik dat jullie bestaan, jullie kijken en dan kunnen we meer van dit soort video's voor jullie maken. Dus heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie bij de volgende uitlegvideo.